Als mondkanker uitzaait, gebeurt dat meestal naar de lymfklieren in de hals. Wanneer dit het geval is, worden deze lymfklieren uiteraard verwijderd. In sommige gevallen wordt een aantal lymfklieren preventief verwijderd. In de hals zijn ook andere belangrijke structuren aanwezig, zoals bloedvaten, zenuwen en spieren. Samen met de lymfklieren wordt ook het omgevende vet en een speekselklier weggehaald. Afhankelijk van de uitbreiding van de uitzaaiingen worden de belangrijke structuren gespaard of verwijderd.